Toen we het hadden over de gesprekken tussen de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven. Oh ja. Valka. Deze drie hebben een akkoord bereikt om te komen tot de financieel-economische stabiliteit. Hoe je verbeteren aan de sociaal-economische situatie. Het bedrijfsleven, vakbeweging en de overheid. Wat hebben we bereikt? Akkoord? Yes. Zijn op sa. Maar vader moet zitten zijn. Ik leg me boem uit in teki ten voor leg me uit. Want is op sa mee doet ook. Met teka en fa you. Kan me go play a biggie boy a Mitchell. Ja, hey boy. Me kan maar begrepen toch. Deze drie partners hebben over 5 primaire issues afspraken gemaakt. Mijn breed van je teki ten voor denk je voor zit taki. Ja, mijn breed die. Want... Ik ga het wel anders doen met Mitchell. Hij wil hem kiezen. Maar zijn er 5 primaire, zijn er primaire, no? Primaire issues? Belastingen. Koopkrachtversterking. Sociaal vangnet. Prijsbeleid. Ondernemerschap en werkgelegenheid. Wacht. Kom, ik ben boem, ik ga het doen. Belasting, koopkrachtversterking, van je karasani, sociaal vangnet, ondernemerschap en werkgelegenheid. Dus dat naar de 5 primaire issues. En prijsbeleid. Yes. Zie. Ondernemerschap en werkgelegenheid is 1. Het gaan samen. Daarom wordt het 5, want ik dacht al, met dingen op prijsbeleid wordt het 6. Of zijn gewoon, is gewoon 1. Oké. Nou, maar dan laugh met jou. You can laugh me, maar Mitchell. Nou, mijn trang aan dat pe. Maar wat zal dit ons opleveren? Want a pijn aan het druk die zie, he big ba. Daarom... Maar wacht die buffer, wacht. In het vira alleen. Koeken op even jas of ons. Mijn heer zijn broer aan hun hoeden. Kijk, ik kan niet harken. Want alleen ik kon Jacqueline ook hier mee. Daarom de man zet dat tripartiet akkoord toch om de minst kwetsbare en gemiddelde burger in Zuid tegemoet te komen. Dus een pijn die zien, nou, een tijdelijke pijn. Maar buurvrouw, alleen die spoor me her de jong. Als Jacqueline nu komt, wie me dede? Ga bij mij in op het dag dat Jacqueline liep goed. Je ziet, je niet verstaan boven om het dag Jacqueline goed naar de city ving. Maar ik kom, Jacqueline ook. Kom weg.
Ay, buur. Non, Pego, kom. Wat op het balkon zit? Ik zag Fabier, het is mijn dekbaar, toch? Ja. Dus liever op het balkon, en je kent Jacqueline van me. Mm-hmm. Zeg, mijn buurvrouw, hoe dat je weer? Maar Beggy, ik ben in aan een kant met de gado dankbaar dat ik alleen kom, dat ik in af goeite. Ik zei dat dus, want mijn actie eten was aan iemand met Beggy nog voegaf me. Want je had het daar net over een tripartiet akkoord, toch? Uh-huh. Maar dan had je ook allemaal gezegd dat van de potisma, dat de mouluku den potisma. Ik kan Jimmy, ik kan go op Chifini in a tori dat die. Dus zoals ik u eerder vertelde, hebben ze afspraken gemaakt over 5 primaire issues. Buur, dus je hebt het nog steeds over die 5 primaire. Dus belasting, vijakaras en baka. Koopkrachtversterking. Aanvangnet, prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Oh, nog steeds daarover heb je het? Ja. Maar ik ga u eerst vertellen over die belastingen, want ik moet gaan koken. Ik heb niet zoveel tijd. No chatting. Dus belastingen helpt bij het verdelen van het inkomen, het bevordert ondernemerschap en het creëert werkgelegenheid. Mevrouw, dat is een big bar. Vertel me iets dat ik niet weet. Dat ik door moet gaan vertellen, iets nieuws dat ik door moet vertellen aan Mitchell, mijn baby. In 2022 komen er een aantal belastingshervormingen. Dit moet ertoe leiden dat de belastingdruk beter verspreid wordt. Maar wat moet je dat doen? Introduceren van BTW, een betere inrichting van het belastingsysteem, extra heffing op luxe goederen en een effectievere werking van de vermogensbelasting. Dus dan zei je met Biggie vrienden, want dat is hervorming. Wat is dat? Maar ik koop je morgen belasting, jong. Dus introductie van BTW gaat iedereen, letterlijk alasma, betalen bij de kassa. Dus als het ware na, zij bij, naar dat job bij. Ja, klopt. Dus mijn go moro fini. Om moro minder je bij. Om moro minder je bij. Dus we gaan eigenlijk nu gaan letten op wat we kopen. Geen overbodige dingen kopen. Dat na BTW eigenlijk, want de alasma, alalaag of paying. Ja toch? Precies. En met een betere inrichting van het belastingssysteem zal er een duidelijke ondergrens aangegeven worden. Dus hierdoor zullen die sociaal zwakkeren onder ons weinig tot geen belasting betalen. Maar die tak onder ons, in een soort gondapio, die tak eigenlijk onder jullie, me. Want als je boer die, in een tak onder ons toch. Hoe dat even eerlijk, buurvrouw? Ja, buurman. Is goed, ik ga koken. Dat is al echt met je uit, want de inschrijving staat van Asano City. Ja, maar ja. Maar buurvrouw, eigenlijk kan ik boer die drie smaaien. Buurman, dit is mij, hè? Ja, toch?